Ja, ik ben geblokkeerd op Hallo allemaal. Facebook, dus ik doe het maar op Ja, deze manier. ik Ik hoop dat jullie wil mijn eerst filmpje even allemaal zeggen, delen. ik Ik heb was het net ook vanochtend al was ik bij Kilroy gepost in voor de iedereen. rechtszaak. De demonstratie in Hij had Enschede twee is plaatjes gemaakt, verboden één daarvan met door Hugo de Jonge in de de cel. Nou, het was burgemeester een van vierluik Enschede, eigenlijk, alleen een waarnemend gedeelte uit het burgemeester vierluik van met Hugo de Enschede, Jonge in de niet cel zit. gekozen burgemeester van Dat was Enschede, waarnemend afgebeeld in het burgemeester van dossier. Enschede. Daaronder stond De Not heer Getting Meijer. Me Younger. En Maar daarom dat was ga in het ik er dossier ook niet niet zien, hè, naartoe, Jonger met want de ja, J ik ga van niet Hugo naar de een Jonge. verboden De rechter snapte demonstratie. de humor En niet aangezien en ik dat er vond om het heel flauw. gevraagd en voor een Maar hij is kennis. dan ook geen kunstenaar. En het andere plaatje, ja, daarvan zei Kilroy in de rechtszaal dat het plaatje door andere mensen door onderdelen uit zijn Op werk te grond van de gebruiken in elkaar kennisgeving was die ik in gezet mijn en dat voor vorige hem post heel ook duidelijk geplaatst was. Nou, heb. daar was ook helemaal geen discussie over in de rechtszaak. Het werd Hebben eigenlijk zes ook, dat hoor je weken dan de later, tijd de voor. rechter zeggen Iedereen en de kan zelf officier lezen om welke al redenen aangenomen dat het het niet zijn werk is. Nou, als je verboden dan is, waarop het hoort wat de besluit officier genomen van is. justitie Nou, dan zoals iemand zegt. anders ook al zei In in haar de. betoog, ik weet niet eens hoe het heet, in die aanklacht van haar. Het plaatje is via uw account geplaatst, dus u bent Verboden is. verantwoordelijk. Als ik dan de Nou, motivering dat lees. dan maar even voor de schuldvraag. Als het plaatje strafbaar wordt bevonden, om specifieke redenen, dat het bedreigend of opruiend is, Het is aangevraagd om dan 6 was in uur, ieder dus geval ja, al ik snap duidelijk niet waarom gemaakt dat dat het, meespeelt ja, in de zeg maar, motivering via van de het account besluit. is verplaatst. En ja, daarom Iemand ben dat, die jij kan er dan onder reageren. verantwoordelijk Hey en Diego, dus goedemiddag. strafbaar. En Dus als kan jij iemand een daarop plaatje reageren? Verder heeft verder zich in het stuurt, recent verleden verschillende dan ben je steden strafbaar. ontwikkeling Dus op het moment dat dit of plaatje gebruikt worden voor door duizend grootschalige andere mensen is verder onordelijkheden, gestuurd, waaronder vernieling, brandstichting in kunnen open deze ruimte, duizend plunderingen van mensen winkels, allemaal geweld tegen eigenlijk, als je politie. van deze uitspraak In Enschede uitgaat, zijn op 40 dienstverlening 24 januari 2021 verwachten. Nou. ernstige wanordelijkheden veroorzaakt door Ze groep zegt personen na oproep op social media om samen te de komen rechter tegen zegt, de kijk, het plaatje is bij Hugo avondklok en of aangekomen. andere Dus dat is COVID-19-maatregelen. belangrijk. Hij heeft het uiteindelijk Dan moet je gezien. maar Ja, eens hoe gewoon heeft hij even het door je gezien? heen laten Het gaan. is er door een heel team wat het internet Dat, afspeurt. omdat Heeft er iemand dat in het plaatje gevonden, verleden is daarmee iets naar gebeurd Hugo is, gegaan. En dan heeft wordt nu Hugo hem gewoon het gemachtigd om uit demonstratierecht zijn naam beperkt. aangifte Want te dat doen. zeggen ze. Het Ja, gaat zo is dat motivering dus van tot het besluit. stand Dus het maakt gekomen. eigenlijk niet uit En op het welk is tijdstip volgens je de het aan rechter zou is het ook vragen. belangrijk. Op Ja, grond niemand dat in ziet het zichzelf verleden graag met een strop. Nou, demonstraties de rechter zegt, hij weet het van zichzelf. Kilroy zegt, ja, mij maakt dat niet ontregelen uit. Ik kan ook voor mezelf zeggen, tegen nou, mij maakt dat ook niet uit. Hè. Het is de eigenlijk nog avondklok. meer Mag er nou gewoon niet meer een gedemonstreerd worden? eerbetoon. Dat Want ja, staat hier Kilroy heeft toch eigenlijk zijn letterlijk. tijd Zo lees ik het. Nou, het is in te zijn belachelijk tijd voor gewoon aan woorden, Hugo de Jonge gedacht. meneer En dokter Anders tenminste, zo Meijer. zie ik Ik altijd snap als soms als ik iemand zulke dingen mij helemaal niet bedreigt. lees, hoe Nou, zulke krijgt er wel mensen een aan zo'n paar. titel Maar dat doet het komen. Openbaar Maar Ministerie goed, ook ja, ik ben het helemaal daar niks mee. En die absoluut, zijn ook gewoon vind ik in dat sommige een groepen te democratie zien. Of onwaardig. op Facebook Ik vind het reacties of absoluut andere niet kunnen. Nou, social als je media. Maar dan daar doen ze helemaal niks het mee. Nou. vergelijkt met En welke daarbij zegt schade ze, hebben wat de ze heel erg vinden, wanordelijkheden als het eigenlijk plaatje is geplaatst door veroorzaakt iemand die in die dag? onbekend En is, hoeveel dan is de demonstraties waren er al die dreigingsgraad vreedzaam nog zijn hoger, afgelopen omdat waar je niks gewoon niet kan kapot is inschatten gemaakt? hoe hoog het gevaar is. Bij een Nou, demonstratie, als ik je heb dan de de officier officier van van justitie justitie hoort kapot gemaakt. praten en dat Door de je haar mensen. zegt, En wat zijn de nou eigenlijk wanordelijkheden hoe die zij daar zo toch de afliepen, grond, net als op wat is nou 26 de juni of basis op voor een 21 juni in bedreiging? Enschede. Nou, dat Ja, je die ervan waren toch uit echt, moet kunnen net als in gaan Eindhoven, dat toch echt, iemand net als in jou andere mogelijk plekken, met het toch echt leven het begin fysiek verschuldigt van bedreigt. sommige Nou, bestuurders of mij, die politieagenten. Ik zat weet in niet wie zulke beslissingen Kilroy maken, in zijn dat er gewoon rolstoel, echt een beetje te heel trillen verkeerd van de besloten spanning. werd. En ik denk dat dat gewoon En bij de mensen die verstand van ja, hebben het ook kan duidelijk gewoon is, niet dus ook bij de serieus zijn bestuurders. Ja, dat er mag zo'n gewoon en niet meer persoon gedemonstreerd worden. dan als, Hè? Er zijn in het om verleden zijn er, bedreiging waar te kunnen maken, dat je dan ontwikkelingen gewoon geweest. echt Dus van ja, uit in moet kunnen Enschede gaan dat schijnt dit ook dat het niet uitgevoerd wordt meer mag. in het Ja, het geval Landelijk van Kilroy, Veiligheidsberaad heeft op überhaupt zo 25 juni is. Ja, en dat bepaald Hugo de dat Jonge alleen hem nog niet kent. maar Nee, tijdens Hugo de Jonge daglicht had het gedemonstreerd plaatje mag ook niet worden. eens gezien op Staat eigen er dan kracht. bij Maar drie? dezelfde mensen Ja, die hem dat dat is plaatje eigenlijk laten zien, die weten onnodig ook als wie je bij Kilroy twee is. kijkt Want dat hebben ze waarom het namelijk dan uitgezocht. Nou, verboden ik wordt. vind het Maar echt goed, te ik heb schandalig het niet gelezen. Misschien heb ik er voor overheen woorden. gelezen. Dus ook als iemand dat gelezen Ja, heeft, de de rechter Landelijk die zegt, Veiligheidsberaad op en 25 dit geloof januari ik heeft in één zin. geconstateerd dat grote demonstraties in de Ik huidige snap best fase wel dat boven dat voor 90 per miljoen Hugo risico's voor de volksgezondheid bedreigend met zich zou kunnen meebrengt. overkomen. Nou,
als uitgangspunt is geformuleerd dat demonstranten... Het plaatsen van deze plaatjes met teksten erbij zijn bedreigend en ik acht het wettig, helder en overtuigend bewezen of zoiets. In de huidige situatie, geldend en overtuigend bewezen of als risico iets wat ze dan altijd zeggen. Dat laatste stukje, als er risico voor gezien en grote demonstraties... Hij zegt, en ik stond echt te kijken, ik denk, wat? Je zegt dat je snapt dat Hugo zich bedreigd voelt. Nou, dat snap ik ook, want in het dossier staat... En hij zegt ook zelf, ik ben even een vogelvlucht door het dossier ingegaan. Ja, nou, dat is hij zeker. Een van de uitspraken van Hugo zelf, als ik het goed herinner, aan mijn dossierkennis, is dat Hugo zegt, er is veel rood in de dingen. En dat is ook echt, doet aan ronddenken. En dat is op zich ook bedreigend. Nou, een koffiekrantje. Dat is een indicatie waar je wat mee kan. Hoofden van de dus dan zou je zeggen, nou, meneer de Jonge, die vindt rood bedreigend. Of degene die van hem aangifte dat doet. Of de verbalisant die het verwerkt. Dat rood het dreigende is. Er komt geen wet. En dan kan je dus eigenlijk eerder ervan uitgaan. Met de feiten die op tafel ligt. Dat zonder meneer de Jonge zelf gehoord te hebben. Dat hij zich meer bedreigd voelt door de kleur rood. Dan door het plaatje. Omdat dat het zo benadrukt wordt. Maar ja, daar vliegt de rechter in vogelvlucht overheen. Mensenrechten, activisten. Nou, dan zegt de rechter nog dat hij het van belang vindt dat echt niemand dit nog eens springen en zeggen, hij vindt het positief dat Kilroy zelf gezegd dat hij wil niemand kletsen, hij wil niemand bedreigen. Dan vroeg de rechter op, ja, dat is zo weinig. Ik wil dat niemand dat nog een keer doet. Want het is bedreigend, snap je? Hij zegt, ik wil niemand bedreigen. Maar ik vind wel dat ik gewoon recht op een te vrije uiting, terug te artistieke gaan uiting. Naar, als je in het algemeen, ik weet van hem dat hij maatschappelijke problemen, andere dingen, gewoon graag in plaats uitdrukt. Dat is zijn werk, dat is zijn kunst. Dat is, en dat doet hij al heel lang, heel goed. Gezien het voorgaan is het wenselijk overleg te voeren. Ik waardeer hem ook heel erg daarvoor. Nou, de rechter begon een grapjes te maken. Hij snapt eigenlijk zo de humor niet en zo. Maar nergens is er inhoudelijk ingegaan. De voorgaande situaties. Behalve het gevoel van Hugo de Jonge, wat het mogelijk lijkt het mij, is naar mijn mening, heeft het weinig want ze hebben het gewoon dat is echt gewoon niet vaststelling verder gedaan, benoemd van wat nou eigenlijk het bedreigende geweest is Hugo de Jonge. Hugo de Jonge heeft dat zelf tenminste, zoals ik het dossier lees, helemaal niet gezegd. Alleen maar hij vindt het bedreigend en extra bedreigend, omdat hij gehoord heeft dat het in een groep is geplaatst met 1000 leden vecht tegen onrecht. Met mij niet daar zegt de officier van justitie dan ook nog van. Juist omdat het in die groep is geplaatst en met die naam. Als je de naam alleen al hoort, dan doet dat die vermoeden dat er mogelijk geweld op je afkomt. Dus verzet, dit is geen vecht, verzet tegen onrecht. Dus als je tegen onrecht wil verzetten, dan is dat voor de officier van justitie in deze zaak al meteen duidelijk dat je daarmee geweld bedoelt. En daarom ook echt gewoon als het echt gaat een extra een hele zware met dit indicatie. Onderwerp. Dat er echt een bedreiging achteraf van Kilroy, een bewuste bedreiging is uitgegaan. En dat het en echt heel aannemelijk is dat Hugo de Jonge echt maar dat is toch wel een vaststelling. In al zijn serieuze tijd, als hij nuchter is of als hij niet nuchter is, ik weet niet hoe hij door het leven gaat. En dan ook achteraf niet de hand in eigen boezem zich bedreigd heeft gevoeld. Als je dan kijkt over opruiming, over een gevaar. Dan zegt de rechter er nog bij. En daar is ook heel duidelijk in. Van, weet je wat het is? Er wordt nou gewoon zwaar daarop gestraft. En de ondernemers. Want, wij vinden dat niemand... De menigte die door de stad is getrokken. Vindt het goed dat jij vindt dat je niemand wil kwetsen. Maar er zijn helaas heel veel mensen die zich op zulke manieren uitdrukken. Dat er fake news in het nieuws gebracht wordt over het ziekenhuis. Hij zegt, wat zei de persoon? Ja, we moeten alle mensen, dus niet alleen de mensen hier in de zaal, maar alle mensen in Nederland duidelijk maken. Ja, dat heb ik me ook al heel afgevraagd. Dat als je dit doet, dan krijg je gewoon een draai om je oren. Ingaan. Ja, dat zei hij net over krijg 2 en 3. Als jij dit doet, aannames. En, weet ik niet, ik heb een stekker uitgetrokken. Contact die dikke zwarte uit de dingen. In ieder geval
Nou, is het nogmaals gevraagd, waar zijn documenten? Dit heb ik al eerder gevraagd. Ja, als je dat doet, krijg je een draai in de oren. Voordat ik, en daarom worden ze gewoon keiharde straffen opgelegd. Waar zijn documenten? Die dan zegt hij, ik heb voor die tijd heb ik nog maar even vergeleken met wat collega's zo opleggen, zegt hij. En leg je hele harde straffen op, zegt hij. En daarom vind ik ook dat 40 uur die de officier vordert niet te veel is. Dan moet je je voorstellen dat een paar minuten eerder tijdens die rechtszaak met demonstraties voor de vrijheid en ook, dat hij met een paar minuten eerder nooit dat een paar minuten eerder in die rechtszaak waarbij het uit de hand is gelopen wat dat hij, niet goed georganiseerd was waar niet de vriendelijke kant van de samenleving kwam kan jij wel werken waar niet alle mensen ja, dus, het, ja, is dat is duidelijk dat die man mensen kan werken, niks fysieks. Hij heeft gezegd dan, ik kan wel mensen dingen uitleggen, want dat kan niet, want geestelijk kan hij wel alles doen. Maar het blijft natuurlijk een feit. Dat, ja, dan wordt daar rekening mee gehouden. 40 uur dat is een, nogmaals een tekenaar. Ik denk dat het een fax. In de lijf. Het was een politiek krantenartikel van de Tubantia. Proces ik zelf was niet zeker of je dan de beelden uit zo'n dossier waar hij voor aangeklaagd is, of je die dan nog een keer mag plaatsen in de context van een artikel. Maar dat heeft de Twentse krant Tubantia voor mij dan al beantwoord. Ik heb een link doorgezet naar de Tubantia. Je kunt in hoger beroep gaan, maar je kunt nu ook zeggen van nee, ik wil niet in hoger beroep. Aangeklaagd is. Nou, dan zegt Kilroy zelf ten eerste. Dat wil ik niet. En voordat Kilroy is uitgesproken, zonder dat de officier wat zegt, zegt de rechter, ja, de officier wil het ook niet. Nou, wij in het publiek, wij zeggen, let op, doe toch niet, denk erover na. Kilroy zit daar helemaal emotioneel, onvoorbereid. Hij mocht mij meenemen. Hij heeft van tevoren aangevraagd, mag mijn begeleider mee, ik kan niet zo goed spreken. En in mijn ziekte en mijn emotie. En dat was toegestemd. En toen we aankwamen, toen mocht dat dus niet. Dus die rechter die spreekt gewoon voor de officier van justitie. Dan heeft hij het skelet. Kilroy heeft dan nog gezegd, nee, ik wil toch nog erover nadenken. En de rechter, het publiek moet zich dit niet mee bemoeien. Waar hij natuurlijk ook gelijk in heeft, dat herken ik. Dat was niet netjes van ons, dat wij zo er doorheen praten. Maar in ieder geval heeft Kilroy ook duidelijk aangegeven dat hij wel nog in hoger beroep wil. Dat is alleen maar de vraag, heeft Kilroy dit zelf kijken wel wat daar is. Ik raad Kilroy aan, of dat premier na hetgeen wat ik daar gezien heb, als je die vraag wegluidt, is het eigenlijk als strafbaar. Ik zijn zo, na advocaat was geweest, die naast hem had gezeten op dat moment, had ik al op een veel eerder tijdstip in de rechtszitting, had ik die rechter gevraagd. Want op mij persoonlijk, ik zeg niet dat het zo is, maar op mij persoonlijk nam hij een zeer vooringenomen indruk gaf hij af. Hij was heel duidelijk met zijn grapjes en wat hij er tussendoor maakte, hoe hij over de situatie dacht. Er is geen enkele enkele manier is er onderbouwd dat waar de bedreiging nou in heeft gezeten, behalve dan dat Hugo daarbij staat, volgens de rechter, want staat niet in zijn dossier, zegt gewoon het is bedreigend, maar dat Hugo de Jonge zich waarschijnlijk bedreigd voelt door een strop in de buurt van zijn hoofd aan de andere kant van de tralies of om zijn nek. En dit staat not getting any younger. Ja, het was dus niet de vraag of hij ze gemaakt heeft, maar hij heeft ze gepost via zijn kanalen. Dus dat is de uitspraak hier. Dat jij bent een manier passend waarop hij onderhanden is genomen. Psychologische oorlogsvoering. Een bepaald rechtssysteem. Ik vind de honden geen brood van lusten. Alleen zo en ik vond het zeer schokkend hoe hier een invalide man. Dus ja, er is helemaal van de spanning. Bedreiging van, ja, hier ook niet de door de gehaktmolen dat hij hiermee andere mensen aanzet. Dus ik zou zeggen, tot het mensen, begaan van misdaden steun Kilroy. Het welzijn van we gaan nog een fonds opzetten voor Kilroy voor een advocaat. We moeten via de notaris doen dat er een derde rekening komt. Ik denk dat we dat sowieso moeten doen voor andere mensen in gevallen die in de juridische problemen komen hierbij. Dit is ongelooflijk weer wat er vandaag erbij is. En nog een paar dingen. Guilty staat er ook bij. En er staat ook nog onder found guilty of treason, Hugo de Jonge. Nou, dat is wat er in Amerika geloof ik gezegd wordt als jij
voor verraad, geloof ik, voor de rechterstaat. Nou, een nationaal opsporingsbevel met wat erbij. Nou, dit zijn gewoon artistieke uitdrukken. En ik geloof niet dat hier, tenzij je beledigd voelt, smaad en lasten. Maar dat is niet de aanklacht. Het gaat hier echt om bedreiging en opruiing. Dat er hiermee mensen op zou roepen geweld te gebruiken of het misachten of andere dingen. Nou, wij zien het allemaal hier niet in. Dus ja, ik denk de mensen die het krantartikel gelezen hebben nou ondertussen, of het later gaan doen en de plaatjes ook zien in de krantenartikel, spreek je erover uit, maak het bespreekbaar. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is in de ondersteuning aan Kilroy. Het is te belachelijk dat deze man daarvoor überhaupt voor de rechter moet komen. En ja, hij gaat met opgeheven hoofd naar binnen. Dus laat hem allemaal ondersteunen door veel van zijn werk te bekijken. En ook zoveel mogelijk van zijn werk te delen. En ja, dat was het. Dus binnenkort bezwaar tegen het besluit van de burgemeester. Mensen, blijf vanavond lekker thuis. Maak het bespreekbaar en deel het vooral. En ja, nou, let goed op elkaar en op jezelf.